Welkom bij Sustainable Family. Ik ben Nicolas en welkom in onze moestuin. In deze video ga ik jullie alles vertellen over courgetten. Echt van het zaaien tot en met het oogsten. Ik zit hier dus naast onze twee courgettenplanten. In deze moestuinbak van ongeveer 1,50 meter op ongeveer 1 meter hebben we dus eigenlijk maar plaats voor twee planten. Maar ja, dat is ook wel echt ideaal om gewoon buiten te zitten. Je hoeft dat helemaal niet in de serre te doen. In ons Belgisch of Nederlands klimaat groeien courgettenplanten echt perfect buiten. En we hebben deze twee courgettenplanten hebben wij gezaaid al in april. En nu momenteel zijn wij 25 juli. En we hebben dus gezaaid in zaaitrays. Nadien hebben we die verpot in potjes van 10 op 10 centimeter. En daar hebben we ze ook lang genoeg laten instaan, zodat het echt wel een groot plantje wordt. Waarom is dat? Dat is ook om te vermijden dat de slakken het plantje helemaal zouden opeten. Als je het al te snel in de volle grond steekt, dan zijn die plantjes gewoon heel snel opgegeten door de slakken. Dus vanaf dat die groot genoeg zijn, dan heb ik ze verplant hier in de moestuinbakken. En dat deed ik eigenlijk op exact dezelfde manier dan ik doe bij heel veel andere plantjes. Dat is door eerst natuurlijk een kuiltje te graven en dan door in het kuiltje wat extra compost te leggen, zodat er extra voeding meteen kan aan het plantje. En dan ook hoeveel water geven. Veel water mee in het kuiltje gieten, zodat er meteen genoeg vocht is voor het plantje. En dan nadien gewoon het plantje er natuurlijk insteken en er ook een kuiltje mee maken. De aarde goed wat rond het plantje ophogen, zodanig dat als je water geeft aan de plant, dat dan ook alles goed loopt in dat kuiltje en niet verspreid wordt over heel je moestuinbak. Ik heb deze twee planten dus hier buiten uitgeplant, ongeveer ergens eind mei, na de ijsheilige. En je ziet al, ondertussen zijn het echt gigantisch grote planten geworden op 2 maanden tijd. En ik heb er ook al van kunnen oogsten. Er zijn al een aantal courgetten die we ondertussen al hebben opgegeten. En nu weer, vandaag, kunnen we een aantal van die courgetten gaan oogsten. Maar ik leg jullie graag nog een aantal andere dingen eerst uit. Het eerste dat ik wil vertellen is over de bladeren. De bladeren zijn gigantische bladeren en je ziet daar ook zo'n soort van zilveren waas op, een zilveren vlekje op die bladeren. Maar dat is eigenlijk heel normaal. Dat hoort bij grotere, oudere bladeren. Die krijgen van die zilveren vlekken en daar moet je ook totaal geen zorgen over maken. Dat gaat helemaal niks doen aan de kwaliteit van jouw courgette. En in tegenstelling tot andere moestuingroenten, zoals bijvoorbeeld tomaten, hoef je niet de bladeren weg te knippen. Wat je wel kan wegknippen zijn oude bladeren die echt verdord zijn, die echt geel worden. Of ook bladeren die mogelijk opgegeten worden door de slakken. Dat zijn dan ook meestal de bladeren die op de grond liggen. Die kan je ook wel plaatselijk hier en daar wat wegknippen. Die bladeren die nemen we trouwens weg, omdat er anders nog te veel energie gestuurd wordt naar die al half versleten bladeren. Het is beter om die weg te nemen, zodat die energie volop kan gaan naar nieuwe bladeren of naar de vruchten uiteraard. En wat ook belangrijk is, is natuurlijk die bladeren, die mag je gewoon op de composthoop gooien. Je hoeft die zeker niet per se weg te voeren in de GFT. Je kan dat perfect op je eigen composthoop doen. En dan een tweede punt gaat over de bloemen. Een courgetteplant heeft mannelijke en vrouwelijke bloemen. En die moeten dus ook bestuift worden. Dat gebeurt echt bijna altijd automatisch door insecten. Je kan het ook manueel gaan doen, maar eigenlijk is dat echt niet waard. En je ziet ook makkelijk het verschil. Als er een steeltje is waar een bloem aankomt, dan is dat meestal een mannelijke bloem. En het is pas vanaf dat die steel eigenlijk dikker wordt, dat je weet dat het een vrouwelijke bloem is. Dus dat is wel leuk om te weten. En de bloemen zijn ook gewoon eetbaar. Courgettebloemen kan je eten. Dat is niet dat dat super lekker smaakt, maar het is wel heel mooi om een gerecht mee af te werken. En nu ga ik jullie wat meer uitleg geven over het oogsten. Het leuke aan je eigen moestuin hebben is natuurlijk dat je zelf kiest wanneer je bepaalde vruchten oogst. Net zoals ook bij courgetten kan je ervoor kiezen om ze net iets groter te laten worden, om eventueel zelfs echt soepgroenten van te maken met heel grote courgetten, of je kan ze lekker smakelijk en klein houden. Deze bijvoorbeeld is een iets kleinere. En wat is nu belangrijk voor te oogsten, is dat je daar best een mes voor gebruikt. Zo blijven je courgetten ook gewoon langer vers. Dus ik ga gewoon hier ongeveer waar de plant begint, 1 centimeter ervoor, snij ik die gewoon af. En altijd wel heel voorzichtig zijn met de stam van de plant, dat je die niet gaat beschadigen, want die raakt makkelijk beschadigd.
En dit is dus gewoon een perfecte, mooie courgette. Voilà, ik heb hier een mooie oogst bij elkaar gehaald van zowel wat kleinere als grotere planten. En nu binnen een paar dagen, of zeker binnen de komende weken, kan ik nog blijven verder oogsten. Dat is het leuke aan courgetteplanten. Deze soort is trouwens de zucchini-soort. Je hebt heel veel verschillende andere soorten. En ook nog belangrijk om te vertellen is dat je best handschoenen en lange mouwen kan aandoen. Omdat de stengels en de bladeren, die kunnen voor heel wat mensen voor irritatie zorgen. Ik heb dat nu niet gedaan, maar je kan dat best wel doen. Vond je dit een leuke video? Geef hem dan zeker een duimpje en abonneer je ook op ons kanaal en zet het belletje aan om geen enkele video te missen. Daar doe je ons echt een heel groot plezier mee. Het is ondertussen echt Belgisch weer geworden. Daarnet scheen de zon nog, nu is het aan het regenen. Dus ik ga schuilen en ik zie jullie graag terug voor een volgende video.